En de langverwachte Filipijnse verpleegkundigen zijn in Suriname gearriveerd. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een persbericht dat zij na enkele werkafspraken van staat zullen gaan met hun werkzaamheden op de NICU-afdeling van het AZP. Met deze ondersteuning en interventie zal de werkdruk op deze afdeling enigszins verlicht worden. Vorig jaar trokken kinderartsen aan de bel over de grote werkdruk, waarna het ministerie actie ondernam om buitenlandse verpleegkundigen te laten halen. Robert Foucher is de nieuwe residerende ambassadeur voor de Verenigde Staten van Amerika in Suriname. De diplomaat heeft gisteren zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi. De Amerikaanse afgezant zal zich sterk maken voor het verdiepen van de relatie tussen Amerika en Suriname. President Santokhi wil op nationaal niveau blijven samenwerken met de Verenigde Staten op verschillende gebieden zoals landbouw, technische bijstand en handel. In de maand januari 2023 zijn tijdens de nachtelijke surveillance van het Nationaal Leger enkele onregelmatigheden geconstateerd. De surveillances zijn uitgevoerd in Paramaribo, Wanica, Komowijne en Para. Bij de meeste geconstateerde gevallen zijn personen aangesproken en gesommeerd om de plaats te verlaten. Verdachte gevallen van strafbare feiten zijn overgedragen aan de politie. Het beoogde doel van de verhoogde zichtbaarheid van militairen over straat is om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van criminaliteit.